Goedemorgen jongens en meisjes. Wat leuk dat ik jullie mag ontmoeten op deze vrijdagmorgen. Ja, het is natuurlijk wel anders dan anders. Jullie zitten niet op school hier in een klaslokaal waar ik nu ben. Dat is de school met de Bijbel in Benthuizen. De school dicht bij ons huis waar ook onze kinderen op hebben gezeten vroeger. Dus ik ben vaak ook naar de school met de Bijbel toegelopen om de kinderen naar school te brengen vroeger. Maar nu ben ik hier in een leeg klaslokaal. Want ja, de scholen zijn natuurlijk dicht en jullie zitten allemaal thuis te kijken nu. En ik vind het eigenlijk wel heel jammer dat ik nu even niet bij jullie naar binnen kan kijken. Of jullie aan de keukentafel zitten of in de kamer of waar dan ook. Maar aan de andere kant, het leuke is wel weer dat ik nu met heel veel leerlingen kan praten. Althans, jullie vragen kan beantwoorden. En dat kan natuurlijk anders weer niet als je naar één plaats toe gaat. Nou, laten we gauw aan de slag gaan. Want er zijn best heel veel vragen door jullie ingediend. Ik stond er wel van te kijken. Weet je hoeveel vragen? Dat waren er wel zo'n 200. Dus ja, dat was wel even een probleempje. Want dit is een vragenuur. Dus dat duurt een uur, van 10 tot 11 uur. En als ik al die vragen zou beantwoorden, dan zou ik wel heel weinig tijd hebben voor jullie vragen. Want reken maar eens even uit. Hoeveel seconden? Nou, dat is gelijk een leuke hoofdrekenvraag. Kunnen jullie nog eventjes alvast gaan warm draaien? Reken maar eens uit. Als ik 200 vragen heb, die wil ik in een uur beantwoorden. Hoeveel seconden heb ik dan per vraag? Nou, ik weet niet of er al hele snelle rekenaars bij jullie tussen zitten. Maar dat zou betekenen, dan hebben we het over 3600 seconden. Voor 200 vragen, dan kom je uit op 18 seconden per vraag. Nou, dat is een beetje weinig. Sommigen kan wel, maar sommigen ook weer niet. En daarom hebben ze even van tevoren zitten kijken bij de SGP. Ja, hoe kunnen we nou zoveel mogelijk, van zoveel mogelijk scholen ook nog vragen beantwoorden? En misschien wat vragen samenvoegen. Dus ik heb in ieder geval een heel set vragen voor me. Die gaan allereerst een beetje persoonlijk. Daarna over wat corona, wat ons natuurlijk ook allemaal bezighoudt in deze tijd. He, daarom zitten jullie tenslotte toch ook thuis nu. En dan nog wat andere politieke vragen. Dat is een beetje de opzet. Drie blokken dus eigenlijk. Persoonlijk, corona, andere vragen. Zullen we aan de slag gaan? Nou, daar komt ie. De eerste vraag is van Laurent Slingerlands. En die vraagt, hoe lang werkt u al bij de SGP? Dat is al, Laurent en andere kinderen, dat is al best een hele tijd. Want als jullie op de lagere school nu zitten, dan kan ik zeggen dat ik al Tweede Kamerlid was toen jullie geboren werden. Het is namelijk sinds 1998. Dus reken maar uit, nu 2021. Dat betekent, het was in mei 1998 dat het begon. Het is natuurlijk nog niet helemaal mei, maar dan is het al bijna 23 jaar dat ik in de Tweede Kamer zit. Nou, dan gaan we nu naar vraag 2. Dat is een filmpje van de Reformatorische Basisschool uit Genemuiden. Beste meneer Van der Staaij, ik ben Nick uit Genemuiden. Hier is mijn vraag aan u. Wat is uw werk voor de SGP in de Tweede Kamer? Doei. De vraag is, wat is uw werk in de Tweede Kamer? Nou ja, eigenlijk, ze zeggen wel, het zijn parlementariërs en dat klinkt heel deftig. Maar in gewoon Nederlands betekent het gewoon praters. Mijn werk is eigenlijk heel veel praten met de regering, met de ministers over de wetten maken. Dat is eigenlijk één belangrijke taak. Een tweede taak is kijken, controleren of de regering zijn werk goed doet. En een derde taak is om zaken die mensen bezighouden in het land, die bij de bevolking leven, om die ook in de Tweede Kamer naar voren te brengen. Om die bij de regering onder de aandacht te brengen. Van let erop, daar moet je iets mee doen. Dus wetten maken, de regering controleren en het volk vertegenwoordigen, de bevolking vertegenwoordigen, vertellen aan de regering wat er allemaal speelt
bij de mensen in het land. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste taken van het werk in de Tweede Kamer. En ja, hoe doe je dat dan? Nou ja, door natuurlijk wat ik al zei, heel veel in gesprek te zijn, in vergadering te zijn. Maar niet alleen, want het zou ook niet goed zijn om de hele tijd alleen maar in die Tweede Kamer te zitten. Want je moet natuurlijk ook eens een keer naar een bedrijf toe gaan of naar een ziekenhuis toe gaan om te horen hoe het daaraan toe gaat. Dat noemen wij in werk natuurlijk ook als politieke partij. Je vergaderingen van je politieke partij. Dat ze bijvoorbeeld ook weer een vergadering ergens in het land is, waar je dan praat over allerlei zaken die ze in jouw partij belangrijk vinden. Nou, dus werkbezoeken, debatten, thuis ook nu aan het werk zijn om mail van mensen te beantwoorden. Nou, dat zijn allemaal dingen die horen bij het werk in de Tweede Kamer. Dan kom ik nu bij de vraag van Ezra Vogelaar. Wat dreef u om de politiek in te gaan? Ja, dat is een mooie vraag, Ezra. Wat dreef mij? Nou kijk, ik vond eigenlijk politiek altijd van jongs af aan al wel heel interessant. Dus ik heb me er altijd wel eigenlijk al in verdiept. Ik vond de verkiezingen altijd heel spannend. En mijn vader was ook wel actief in de SGP. En die nam mij ook wel eens mee naar vergaderingen. Dus dan krijg je het al een beetje ook met de paplepel ingegoten. Ik heb toen ook ik zelf student werd, heb ik ook nog wat vrijwilligerswerk voor de SGP gedaan. Ben ik allemaal in dikke boeken gaan kopiëren van wat SGP-Kamerleden vroeger allemaal hebben gezegd in de Tweede Kamer. Nou ja, en toen het op een gegeven moment zo was, dat was dus voor de verkiezingen van 1998, dat ze zeiden, nou, onze Kamerleden zijn best al wel wat ouder. Het zou ook goed zijn om wat jonge mensen erbij te krijgen. Toen hebben ze mij gevraagd als jongere, ik was toen 29, om ook op de lijst voor de Tweede Kamer te komen. En daar heb ik ja tegen gezegd, omdat ik politiek interessant vond, maar ook omdat ik het heel belangrijk vind en waardevol vind om vanuit de Bijbel ook in de politiek dingen naar voren te brengen. Om te zeggen, we moeten ook in de politiek ook luisteren naar wat de Heer in de Bijbel ook zegt over wat goed en wat verkeerd is. Dat over de vraag, wat dreef je om in de politiek te gaan? En dan kom ik nu bij de vraag van Christian van de Weg. Wat vindt u het leukste van uw politieke werk? Nou, wat ik in ieder geval al heel leuk vind, is dat je met heel veel mensen te maken hebt. He, zoals ik nu ook weer, al is het jammer genoeg niet met jullie persoonlijk in de klas, maar toch op deze manier, nu weer met leerlingen van scholen in gesprek ben. Of dat je op werkbezoek gaat, dat je over allerlei onderwerpen in de Tweede Kamer met elkaar aan het praten bent. Dus heel veel mensen ontmoet, soms ook dingen natuurlijk ook voor elkaar kan krijgen. Dat is ook altijd weer mooi. Hè? Gisteren nog, mijn collega Chris Stoffer heeft een debat gehad met allemaal ministers over de ondernemers en over de winkels die dicht zeiden. En die heeft gezegd van nou, als het nou nog eens iets beter gaat met de besmettingen, maar de winkels nog niet helemaal open kunnen, zou je dan niet bijvoorbeeld meer dat er heel weinig mensen af en toe naar de winkel mogen komen? Of dat je in een kledingwinkel bijvoorbeeld iets mag ophalen? En dan zei de regering ja. Dat is eigenlijk wel een goed idee. Nou kijk, dat zijn altijd ook leuke dingen als je iets ook voor elkaar kan krijgen. En wat ik ook heel mooi vind in het werk in de politiek, heel belangrijk vind, en dat doe ik ook graag, dat is iets vanuit de Bijbel doorgeven. He, bijvoorbeeld met hele grote debatten waar heel veel mensen naar kijken en luisteren, vind ik het altijd heel mooi om dan een Bijbelverhaal op te zoeken en dat te vertellen aan de mensen. Nou, dat even over wat ik mooi vind, leuk vind aan het politieke werk. Dan gaan we nu weer naar een filmpje. Beste meneer Van der Staaij, heeft u altijd in de Tweede Kamer gewerkt of heeft u ook ander werk gedaan? En moet u veel leren om in de Tweede Kamer te werken? Groetjes, Jurgen Pons. Dankjewel, Jurgen. Jurgen Bons stelde deze vraag. Heeft u altijd in de Tweede Kamer gewerkt en moet je er veel voor leren om daar te werken? Ik heb niet altijd in de Tweede Kamer gewerkt. Voordat ik in de Tweede Kamer kwam, heb ik nog
bij de Raad van State gewerkt. Dat is ook in Den Haag. Dat sloot aan bij mijn studie rechten die ik heb gedaan. Want het ging er eigenlijk over als er ruzie was tussen bijvoorbeeld een burger en een gemeente over of je wel of niet een aanbouw aan je huis mocht bouwen. Of welke mensen nu wel in Nederland toegelaten werden en welke niet. Nou, als daar geschillen over waren, als ze het daar niet over eens waren, dan kwam dat bij de rechter van de Raad van State. En ik hielp die rechters eigenlijk bij besluiten te nemen. Dus dat heb ik gedaan voordat ik in de Tweede Kamer kwam. En ik ben ook nog een tijdje in militaire dienst geweest. Dat had je vroeger nog. Dan was het niet alleen mensen die voor een beroep in het leger zaten, maar die zeiden eigenlijk iedereen is het goed als die ook is ongeveer een jaar in het leger komt werken. Want als er nog eens een keer iets zou gebeuren waardoor we heel veel mensen nodig hebben in het leger, dan kunnen we die mensen allemaal oproepen, want die hebben die ook nog een beetje een opleiding gehad voor het leger. Dus ik ben daar opgeleid. Ik heb dan eigenlijk op school gezeten voor tankcommandant. Dat is weer heel iets anders, hè, dan het werk in de politiek. Dan gaan we naar de volgende vraag. En dat is een vraag van Mark Riesebos. Heeft u hobby's? Leuke vraag, dankjewel Mark. Ja, ik heb zeker hobby's. Ik heb alleen niet altijd de tijd ervoor om daarmee aan de slag te zijn. Maar als ik de tijd heb, bijvoorbeeld in de zomervakantie of zo, dan vind ik varen heel leuk. Hier in de buurt van Benthuizen is ook best wel veel water. En op andere